Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik het hebben over ja, welk online businessmodel moet jij nou gaan toepassen en welke werkt nou het beste voor jou. Ja, de afgelopen jaren heb ik 200 mensen succesvol één op één mogen helpen met zowel dropshipping als verkopen op Bol. En ik heb natuurlijk ook een paar andere businessmodellen gedaan. Sommige met meer resultaat, sommige met minder resultaat. Dat zeg ik je heel eerlijk. En die ga ik vandaag even met je bespreken. En welke dus het beste voor jou is om mee te gaan starten. Oké. Nou, dan kijken we even naar de meest populaire businessmodellen dit jaar in 2024. Het zijn marketing agencies. Dat is het daytraden van crypto of op de forexmarkt of op welke markt dan ook. YouTube automation. Dus het plaatsen van video's en hopen dat het viraal gaat en daarop geld genereren. Verkopen op Bol. En branded dropshipping. De laatste twee doe ik zelf. En ja, dit zijn eigenlijk vijf businessmodellen die ik zelf persoonlijk het vaakst langs zie komen. En ja, daar ga ik vandaag even wat dieper op induiken met je. Nou, natuurlijk heb je veel verschillende businessmodellen. En elk businessmodel heeft zo zijn risico en zijn beloning. En waar je naar op zoek bent, is een low risk, high reward businessmodel. Nou, wat bedoel ik daar precies mee is dat je met relatief weinig risico kan beginnen met je eigen online business. En dat je daar een high reward voor kan krijgen. Dus je complete leven mee kan veranderen. Niet alleen voor nu, maar voor de rest van je leven hoogstwaarschijnlijk, oké? Okay? Dan heb je ook nog sommige dingen als high risk, high return. Dus ja, daarin neem je een hoog risico en krijg je ook een hoge beloning. En dan heb je ook low risk en low return. Ja, dat moet je al helemaal niet willen. Dus dan neem je zo weinig risico en je krijgt er eigenlijk weinig tot niks voor terug. En dan heb je nog high risk, low return. Dus dan neem je veel risico en je haalt er niks uit. Dus het beste is natuurlijk om een laag risico en een hoge beloning te krijgen. Maar dat snapt natuurlijk iedereen. Maar daar ga ik even vandaag dieper op in met je. Nou, je wilt dus kiezen voor een low risk, high reward business model, zoals ik net met je zei. Nou, dan heb je natuurlijk de vrijheid meter. Je hebt low leverage, mid leverage en high leverage. En low leverage is 1-op-1. Dus het kan bijvoorbeeld ghostwriting, coaching en consulting zijn. Een van de redenen die ik ook doe en die hier aangestipt staan als low leverage is een stukje coaching. Dan heb je nog mid leverage, group coaching en community in dat geval. En dan heb je nog high leverage, dat is producten, affiliates, ads, etc. Nou, eigenlijk wil je dus zo hoog mogelijk op die vrijheid meter staan. Nou, zoals je ziet sta ik redelijk laag op die vrijheidmeter qua coaching en consulting. Maar ja, dat is voor mij niet het allerbelangrijkste momenteel, want ik haal heel veel voldoening uit het werk dat ik doe. Dus het ligt ook een beetje aan de persoon die jij ja, vandaag de dag bent. Nou, er zijn dus vier metrics waar we dus naar gaan kijken. Een stukje vrijheid, dat is een van de redenen waarom ik ben begonnen met online ondernemen. Risk to reward, waar we het net over hadden, hoeveel risico neem je en wat voor beloning heb je. En hoe snel kan je van 0 naar 10k per maand gaan, waar iedereen over schreeuwt. Ja, op social media. En skills. Wat voor skills bouw je op? Wat heb je aan deze skills in je latere carrière? Nou, het doel is dus niet om een hack te leren, maar om echt een goede ondernemer te worden die overal geld mee kan verdienen. Want elk businessmodel wat ik je net heb opgenoemd, daar kan je geld mee verdienen. En het is niet de bedoeling dat je een paar trucjes leert, maar echt een bewezen systeem hoe jij dus een resultaat kan behalen en zelf ook groeit als mens, als persoon en daaruit ook als ondernemer. Nou, daar heb je natuurlijk een stukje marketing agency. Daar kunnen we mee gaan beginnen. Dus het runnen van Facebook ads of TikTok ads. Of wat voor marketing je ook voor iemand doet. Of website maakt. Of je levert in ieder geval iets van een dienst. Risk to reward. Nou, risico is vrij laag. Omdat ja, je levert eigenlijk vrijwel alleen maar je tijd in. Maar je vrijheid is wel heel laag. Want je bent heel erg gebonden aan ja, die klant en die klanten moet je helpen en daar moet je constant werk voor doen. Dus vrijheid is laag. En ik heb zelf ook wat marketing agency klanten gehad in het verleden. Ik heb er momenteel ook nog eentje. En ja, dat is niet echt iets waar ik persoonlijk meer voldoening uit haal. Dus ja, het is geen business model wat ik meer aanraad in 2024. Maar 0 naar 10k per maand is gemiddeld. Als je een klant hebt die je 2000 euro per maand betaalt, nou, vijf van die klanten en je zit aan die 10k per maand. Nou, skills zijn hoog, want je leert heel veel skills zoals advertising en klanten binnenhalen en sales. Dus het is wel een goed businessmodel, alleen ik raad het niet aan om te doen omdat je vrijheid daarbij echt vrij laag is en je extreem veel tijd kwijt bent. Nou, dan heb je nog YouTube automation, je risk to reward. Nou, hierbij is positief, ook een heel laag risico en je beloning kan heel hoog zijn als het viral gaat. Vrijheid is positief, want je kan het redelijk automatisch outsourcen.
excuses. Dus je kan het ja, naar de Filipijnen outsourcen die voor jou de titels maken, of door middel van AI video's te laten opstellen. Dus het is redelijk makkelijk om dat ja, te automatiseren, ook omdat je vooruit kan plannen met YouTube. En 0 naar 10k per maand is in mijn ogen negatief. Nou, ik heb zelf ook een YouTube-kanaal, zoals je ziet. Nou, op het moment dat ik deze upload, opneem, deze video, heb ik net de 300 subscribers aangetikt. Ben ik super blij mee. En ik ben nu op weg naar mijn eerste 1000. Hopelijk, wanneer deze video online komt, ergens in november, zijn we daar misschien al wel. Maar ja, ik merk gewoon dat het heel erg lang gaat duren voordat je echt geld gaat verdienen met YouTube. En dat is ook niet eens mijn drijfveer van het maken van deze video's. En ook niet met YouTube Automation. Ja, ik zie het gewoon niet zitten. Skills die je opbouwt zijn gemiddeld. Want ja, wat voor skills leer je nou echt? Ja, je leert wat productmarktonderzoek, zeg maar. Je kijkt wat viral is gegaan, je kijkt naar kanalen. En je gaat eigenlijk proberen wat video's ja, up te laden. En je hoopt een keer dat je, ja, zeg maar, de loterij wint, bij wijze van, en dat er eentje hard gaat. Dus ja, het is op zich wel een oké businessmodel qua vrijheid en qua het risico, maar het levert gewoon te weinig op om iets mee te gaan doen. Nou, dan hebben we nog verkoop op bol. Nou, dat is iets wat ik al jaren doe. En nog steeds doe op de dag van vandaag. En risk to reward positief. Je kan echt met heel laagdrempelig kan je beginnen met het verkopen van producten op bol.com of een andere marketplace. En je vrijheid is positief. Dus door middel van LVB of door middel van een fulfillment center kan je het redelijk automatisch outsourcen. En ja, zo ben je er eigenlijk super weinig tijd voor kwijt, omdat Bol ook voor jou de marketing doet. En om dus naar die 0 naar 10k per maand te gaan op Bol, ja, heb je eigenlijk niet zoveel voor nodig. Want als je een product hebt die 2000 euro omzet per maand doet, heb je 5 van dat soort producten, zit je al 10k per maand. Of 10 producten van 1k per maand, weet je. Dus ja, het is helemaal niet zo heel lastig om daar goed inkomen mee op te bouwen. En mocht je daar hulp bij nodig hebben, plan dan hieronder even een gratis call in met iemand, met mij of iemand van mijn team. En dan kunnen we kijken of er wat voor jou is. En de skills die je opbouwt zijn positief. Dus je leert productenonderzoek doen. Je leert in ieder geval productlistings doen, nou, offers maken voor je producten. Je leert communiceren met suppliers. Je leert communiceren met fulfillment centers. Je leert best wel een aantal skills. Je leert branding. Je leert heel veel bepaalde dingen die je later ook mee kan nemen in je ondernemerscarrière. Oké, dan hebben we nog branded dropshipping. Nou, risk to reward is positief, want ja, je kan echt met zo weinig geld kan je tegenwoordig al beginnen met het draaien van ads. Vrijheid is positief, je kan het heel makkelijk outsourcen. En ja, het verschil tussen 1k en 4k per dag draaien is niet per se meer werk erin, zeg maar. Dus dat kan je redelijk snel ja, opbouwen in dat geval. Skills die je opbouwt zijn ook positief. Webshop bouwen, product zoeken, ads draaien. Je leert heel veel skills waar je de rest van je leven iets aan gaat hebben in je ondernemingscarrière. Dus wat is nou het beste? Dat is ja, een combinatie van beide in mijn opinie. Dus een stukje dropshipping plus het verkopen op marketplace, oftewel e-commerce in het algemeen, is nog steeds het beste businessmodel in 2024. En ja, ik raad je dus ook aan met één van deze twee te gaan starten en later dat te gaan combineren. Nou, waarom zou je überhaupt e-commerce doen? Je kan het met volledige vrijheid runnen. Je kunt je business van overal ter wereld runnen, dus zonder dat daar tijdzones mee in de weg zitten. Ik zit nu in Bali bijvoorbeeld en in Nederland is het nu 6 uur 's ochtends en ja, mijn dropship business loopt gewoon door. Het is ook enorm schaalbaar en het is ook normaal dat je in een periode van 6 maanden al op 10k per maand kan zitten. En dan heb ik het niet eens aan omzet, maar ook gewoon echt op winst, zeg maar. Dus ja, het is gewoon een businessmodel waar je heel snel resultaat mee kan halen. Dus vandaar. Slow risk, high reward. Opstartkosten zijn heel laag. De potentie is echt ontzettend groot met e-commerce. Het groeit ook elk jaar. Dus vandaar dat dat nog steeds een goed businessmodel is. Oké, dan wil ik je in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze online business side hustle tierlist. Wat ik wil dat je gaat doen is naast het liken en abonneren, als je daarvoor open staat natuurlijk, hieronder kan je mijn gratis Facebookgroep joinen. En hieronder kan je ook een call inplannen met mij of iemand van mijn team. En dan kunnen we je verder helpen met Shopify branded dropshipping of verkopen op Bol. En dan zie ik je weer graag in de volgende video. Ciao, ciao.